Stadsschool Neptune is groep 7a, bij een diversiteitsproject. En ons probleem is discriminatie. En onze oplossing is vriendschap. Kijken jullie mee? Waarom geloof je in Allah? Allah bestaat niet. Kom bij ons, anders gebeurt er iets. Nooit van mijn leven. Kom, we gaan naar buiten. Ik heb geen zin. Ik ook niet. Nooit tegen iemand zeggen dat wij in Engeland vrienden waren, oké? Okay? Is goed. Is dit nog een keer? Wat is dit nou weer? Oh jeetje. Waarom bleef je eigenlijk niet in je eigen land? Dan was dit allemaal niet gebeurd. Dat maakt toch niet uit? Jawel, want degenen die in Nederland wonen, die zijn Nederlands. De andere kinderen, die horen hier niet. Ja, maar... Iedereen mag verschillend zijn. Nou, vind ik niet. Jawel, want hij komt toch ook uit Engeland? Eigenlijk is dat niet anders. Nou, vind ik wel. Nou, vind ik niet. Waarom ga je nu daar naartoe? Omdat zij gelijk heeft. Nee, kom terug. Niet. Nee. Hoezo niet? Omdat wij hier blijven. Oké, sorry. Ik ben ik, jij bent jij. We zijn allemaal verschillend, maar iedereen hoort erbij. Hallo, ik ben Madison en ik ben van basisschool Neptunus. En ik ben Aviva. Het gaat vandaag over diversiteit. Ons probleem is... dat er gepest wordt. Onze oplossing daarvoor is... altijd ingrijpen. De scène speelt zich af op het schoolplein. Ja, en we spelen verstoppertje. Geef je bril, ga Cartier-bril kopen of zo. Wat denk jij? Pesten is niet goed, hè? Hoor mij niet wat je zegt. Kom, ga naar... Stop daar eens mee. Stop zelf voor mee. Ja. Waarom zou ik stoppen? Ik doe toch helemaal niks? Waarom? Jullie moeten hun gewoon niet pesten. Moet je niet met je eigen zaken. Waarom stoppen jullie niet gewoon met pesten, zodat we van elkaar kunnen leren? Ja, en andermans culturen kunnen bekijken. Hebben we niet gelijk? Ja, een beetje. Ja. Ik heb er wel spijt van. Ja, ja. Al die vechten. Misschien moeten jullie excuses aan. Sorry. Doordat we zijn blijven praten, zijn ze weer vrienden geworden. Ja! Ik ben Jaden. En ik ben Akra. We komen uit 7A en we hebben een probleem. Wat voor probleem? Een Pieter probleem eigenlijk. En wat is onze oplossing? Rustig uitpraten. Let's go. Kijk, een Zwarte Piet. Hey, een Zwarte Piet. Mogen we een snoepje, Zwarte Piet? Alsjeblieft. Wat doe jij hier in Nederland? Jij moet naar je baasje. Naar Sinterklaas. Bij Sinterklaas. Hey, in Spanje. Hey, stop met pesten. Dat jochie, die is geen Zwarte Piet, maar hij heeft gewoon een donkere huid. Ik vind het helemaal niet leuk dat jullie me uitschouwen met Zwarte Piet. Ik wou ook niet helemaal niet dat hij bestond. Nu begrijp ik waarom je het niet leuk vindt. Ja, ik ook. Stop met pesten met Zwarte Piet, want andere mensen worden er ongelukkig van. Hey. Hoi, ik ben Jasmijn. Ik ben Meza. En ik ben Rohit van Dansschool Neptunus. Het probleem is dat er verschillende nationaliteiten zijn. En wij gaan het wordt opgelost door samen te eten. Tring! Eindelijk pauze! Yes. Eindelijk! Ja, oké, maar jullie Nederlanders gaan donder op. Nee, ja. Wij zijn gewoon Nederlands en wij zijn beste. Wij zijn beste. We moeten gewoon weg. Nee. Ja, wij moeten weg. Wij zijn de beste! Tring! Jawel. Dit moet echt stoppen. Zo kan het niet meer langer door. Ja, je maakt het steeds ruzie omdat je van andere landen komen. Heb jij misschien een idee? Ja, we moeten ze uitnodigen om samen te gaan eten. Ja, dan sturen we ze naar het winkelcentrum in het restaurant. En dan later worden ze misschien wel vrienden. Wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Nou, zijn jullie ook hier uitgenodigd? Ja. Door een brief in de brievenbus. Wij ook. Nou, laten we maar gaan eten, denk ik. Ja, okay. Kom, gaan eten. Dit eten smaakt wel lekker. Ja, is het Turks? Ik denk het wel. Oh. Oh, nou bedankt. Lekker. Echt lekker. Oh, dit is zo lekker. Ik heb geen tijd om te drinken.
lekker. Zullen we allemaal met z'n allen naar de bioscoop gaan? Ja, kom! En vrienden worden. En, hoe gaat het? Ja, het is echt heerlijk. Eten verbroedert. Ja, eten verbroedert!